Een grauwe ochtendnevel hing nog boven de Noordzee toen het Amerikaanse vliegtuigschip Intrepid, tezamen met enige andere oorlogsbodems van de Amerikaanse tweede vloot, waaronder de zware kruiser Macon, opstoomde naar Hoek van Holland. Om 5 uur 's ochtends voer het smaldeel de nieuwe waterweg binnen. Het drijvende vliegveld, dat een waterverplaatsing heeft van 40.000 ton, heeft een imponerend aantal jagers aan boord. Het doet zijn naam, de onverschrokkene, dan ook alle eer aan. Met een bemanning van een kleine 3000 koppen zette de oorlogsbodem koers naar Rotterdam. Het beeld van de Waalhaven veranderde geheel van aanzien toen de monsterachtige verschijning er zijn entree maakte. Enkele uren nadat het vliegtuigschip in Rotterdam was afgemeerd, kreeg de hoofdstedelijke haven bezoek van de Canberra, de kruiser die vorig jaar president Eisenhower naar Bermuda bracht voor diens ontmoeting met premier Macmillan. De Canberra is de tweede Amerikaanse kruiser die is uitgerust met luchtdoelraketten van het type Terrier. Het grimmige beeld van deze oorlogsbodem in de Amsterdamse haven stak bijzonder sterk af tegen het decor van de in dok liggende Johan van Oldenbarneveld.